Hoe zat mijn vader bij jullie ondergedoken? Gewoon in de slaapkamer. Gewoon in de slaapkamer, daar sliepen ze. En verder gewoon in de huiselijke kring. Ze schoven bij ons, mee aan tafel, noem maar op. Alles in de eigen slaapkamer? Ja. Ja, ze hadden wel een eigen slaapkamer. Dan ging mijn vader en moeder weer naar boven. Hoe bedoelt u? Die sliepen in die slaapkamer, maar er was een grote zolder bij ons. En dan sliepen mijn vader en moeder boven op de zolder. Aha. Ja. En die verhuurden? Niks verhuurden. Niks verhuren. En er was gewoon kosteloos hebben ze bij ons ingezeten. Okay. Nee, daar wilden ze nooit geen geld voor hebben. Nee. Dat was om mensen te redden afgelopen. En ze zaten gewoon bij ons in het huis aan tafel, in de keuken. Mee eten en doen ook? Ja, dat was allemaal heel normaal. Ze horen gewoon bij het gezin. En hoe lang? Ja, dat weet ik niet. Ik denk een maand of vier. Ja, vier, vijf. Het kan wel een half jaar zijn, maar dat weet ja, ik dat niet precies. Ja, dat weet ik niet precies hoor. Nee. Ja. Wisten jullie waarom hij hier zat? Nee, als kinderen zijn er niet. Mijn vader en moeder wel. Maar was Tini ook een Jodin dan? Nee. Nee, dat dachten wij wel altijd. Dat Tini het niet was, ja. Maar hij wel. Maar hij had blond haar. Ja, hij ging niet hebben. Echt op. Hij zei, nee. Dat is een Jood. Wat zegt u? Het viel niet echt op dat wij als kinderen konden zeggen, het is een Jood. Want ze keken, de Duitsers ook, die keken naar mensen die heel donker haar hadden. En een beetje gebogen neus. En dat was dan wel een Jood. Wij hadden een... En Eddie? Eddie, die had blond haar en dat viel helemaal niet op. Mevrouw Vervat, hoe is Eddie terechtgekomen bij de familie van de Scheur? Bij uw familie? Ik denk via de, hoe noemden ze dat? De BS. De ondergrondse. Hoe ging dat? Ja, daar weet ik niet veel van, maar ik weet dat er altijd een complotje was. Er zat ook een oom van ons in. En dan gingen ze wel eens hier staan naartoe, dan kwamen die weer en dan was het Teunis zo en zo en zo en zo tegen mijn vader. En dan kwam er weer wat. We hebben eerst een oude mevrouw uit de Haag gehad, ze was zogezegd een tante van mijn moeder. Toen hebben we hun gehad, Tini en Eddie. Als je dan rekent hoe dan Tini en Eddie bij ons waren, die hebben daar, die zaten voor kost en inwoning, maar ze hoefden niks te betalen. Tini die deed heel veel naaiwerk voor mijn moeder. Ja. En hij die hielp wat op de boerderij, maar verder ook niet. Toen moest die hierput gebouwd worden. En moesten ze uitgraven, moest hij helpen. Zand uitscheppen in de kruiwagen. Had hij hem gelaaien en ik kon hem niet kruien. Komt hij naar binnen, zei hij, ik ben zo heet, ik kan het niet, Tini. En zij liep met zo'n buikje, want ze liep op het laatst. En toen zegt ze, kom eens even mee. En zij pakt buiten zo die kruiwagen. Ze zegt, en dat kan ik nog, dus dat kun jij ook. Klaar. Ja, hij hield niet van werken. Wat zou die vroeger gedaan nou hebben? Het was iemand met een soort artistieke inslag. Er zat heel iets anders als dat een gewoon mens eigenlijk is. Hij had die aparte dingen, die had hij al. Zat er toen al dik in. Hij ging bijvoorbeeld naar de kapper hier in het dorp en dat was wel veilig. Opletten, maar veilig. Nou, er zat te veel mensen in de zaal om te knippen. Hij stapt zo weer op de fiets en dan gaan ingen. Maar hij blijft anderhalf uur weg. Nou, Tini was helemaal van slag. En toen komt hij terug en zegt mijn vader, waar ben je naartoe geweest? Hij zei, het was zo druk bij Budding, zegt hij, ik ben naar de Betuwe gegaan. Hij zei, maar weet je wel dat je ons allemaal in de waagschaal gezet hebt als ze jou gepakt hadden? Want ze laten je praten, zegt hij hoor. Regels hield hij niet zo van. Nee. Hij was echt, zo heb ik het gedacht en zo gaat het gebeuren ook. Misschien wel het was echt een vrijbouter. Ik was zo'n mannetje en je ziet hem weggaan op die fiets. Hij ging even naar de kapper. Ja, dat is hier een dorp, dat was net hier aan de Rijksstraatweg, toen je vandaan ben komen rijden, zou ik maar zeggen. Maar net als mijn zuster zegt, hij kwam anderhalf uur later terug. Nou, toen vloog Tini dan helemaal op de kast. Ze zei, ben je nog helemaal bezoden met het. Ze zei, dat kun je niet maken, jij en het hele gezin van de Scheur. Als je pakken, we gaan er allemaal aan, zei ze. Je bent stapelgek. Oh, dat was zo makkelijk. Daar nam hij heel nonchalant. Zei die. Het is niet gebeurd. En draaide ze naar je om en was weer vergeten. Ja. Zo zat hij gewoon in elkaar. Ja. Dus in feite heeft mijn vader uw leven in de waagschaal gesteld? Ja,
Ja. Op dat moment eigenlijk wel, wel ja. Ja. Wat is in die tijd allemaal gebeurd met mijn vader? Wat heeft hij allemaal gedaan? Weinig. Hij liep maar een beetje te drummelen om de huis heen. Hij scharrelde maar over die boerderij. En, ja. Hier eens even een praatje maken met iemand en daar eventjes. Dat was echt Eddie. En Tini was altijd bezig. Die was heel actief altijd. Ja. Wat deed Tinti? Binnen meehelpen, mijn moeder. Want we hadden een groot gezin. 7 kinderen en een knecht. Dus er waren erachter 10. Plus hun dan ook nog in huis. Maar ze hielp afwassen, mee vegen was dat toen. Dweilen mocht ze niet. Aardappelschillen, ja, noem maar op. Aardappelschillen, die huishoudelijke dingen. Ja. Gewoon in het huis gezin. Dat toch normaal functioneerde, ondanks dat er nog 2 bij waren. Ja. Kon hij er tegen om opgesloten te zijn? Ja, maar was hij hier niet opgesloten? Hij zat niet opgesloten. Hij had alle vrijheid op die boerderij. Ja. Hij kon links en rechts lopen. Hij zat niet echt in een kamer die opgesloten, dat hij zijn eigen niet voor daglicht kon vertonen. Dat was niet. Er was zoveel vrijheid op die boerderij. Maar had hij een persoonsbewijs? Dat weet ik niet. Hij had een enkel aan de vieze handen. Wij zeiden altijd, zijn handen staan hem zo. Je hoort zo te werken, maar hij had ze zo staan. Als ze op werk aan kwam. Ja, als ze op werk aan kwam. Maar verder was hij hartstikke gezellig in huis. Ja hoor. Ja. En hoe noemden jullie Eddie? Gewoon Eddie. Ja. Maar hij had een schuilnaam? Nee, we hebben hem altijd Eddie genoemd. Eddie en Tini. Eddie en Tini, ja. Eddie en Tini? Ja. Niet Tinti? Nee, Tini. Weet u waarom ze weggingen? Nou, omdat de baby geboren moest worden. Dat kon bij ons niet. Er was geen ruimte meer in thuis. Er was geen ruimte voor. Weet u waarom ze weggingen? Ja, puur om het feit dat ze in verwachting was, dat er bij ons geen ruimte was. Ja. Voor mijn gevoel was het een hele spontane vent. Ja. Open. Ja, ik heb wantrouwen in die vent. Nee, gewoon zoals hij was, was hij. Dat was hij. Ook die keren, een paar keer na de oorlog zijn ze daar nog geweest. Samen. Toen was je er net uit toen hij in de oorlog was. Ja. Ja. Ik weet dat hij achter huis kwam met een sportwagen. Met zijn grote, lange jas aan en die bos van de blonde haar. En wapper in die. En dan worden ze samen met een sportwagentje. Kwamen ze bij ons achter huis rijden. Hij kon erg charmant doen. En wij waren nog mijn kinderen, maar we hadden toch wel een beetje in de gaten. Dat toch. Hoe dan ook, dat je onder bewustzijn denkt, dat hij je naar boven brengt. Me. We hebben toen ooit wel vernomen dat hij ermee getrouwd was met die andere van Domburg. Dat weet ik niet. En als een keer een verhaal was met een dochter van Verkader of zoiets. Maar of het allemaal waar, dat weet ik niet. Het is allemaal waar. Hoe bestaat het, hè? Heb je geen contact en dan hoor je toch die dingen. Nou, hij was aardig. We hebben nooit geen last van hem gehad. Hij nooit. Alleen Tini en Eddie, dat... Die botsen wel eens samen. Maar dan gingen ze de slaapkamer in, dus dan hoorden we er ook niks meer van. En dan gingen ze de slaapkamer in om het uit te praten. Deze nooit in huis. Maar wat maakt u mee van die botsingen? Nou, dan wilde hij iets doen en dan zei Tini, nee, dat kan nou niet. Dat mag je niet doen. Dus wat hij doen wilde, weten we niet. Ja, dat weet je niet. Maar misschien wel weer op de fiets stappen en ergens heen rijden. Ja, wie zal het zeggen? Ja. Ja. Want dat kon je eigenlijk van hem verwachten. Hij was gewoon een vrijbouter in wat dat aan gaat. Zeg, mag ik u hartelijk bedanken voor uw hulp om Eddie te helpen redden? Wordt het om redden? Dankzij u leef ik misschien wel. Ja, nou, dat zou dankzij uw hulp of van uw ouders. Ja, dat denk ik wel. Zou kunnen, ja.